Hi, hi, hier is de Anna, praktisch spiritueel healer, teacher en dimension weaver. Nou, in een eerder deel heb ik al verteld hoe Swette, mijn hondje, in mijn leven kwam. En dit is een volgende stap op mijn spirituele pad. In het jaar 2000, Swette was inmiddels in Nederland, ik ook en Tara ook en Napoleon en Josephine, mijn katten ook. Mijn relatie was beëindigd, mijn huwelijk. En ik was van Bonaire weer teruggekomen in Nederland met 2 honden en 2 katten. Ik had, dat is een verhaal voor een andere keer, maar goed, ik had geen huis en ik sliep in de gang bij mijn ouders op de grond. En 's ochtends viel de krant, nou ja, ik lag met mijn hoofd op de mat. De krant viel 's ochtends via de brievenbus op mijn hoofd. Maar dat is een verhaal voor een andere keer. En mijn Swettetje, mijn hond die ik van Bonaire had meegenomen en die een gezondheidsverklaring had gehad, werd in Nederland heel, heel, heel erg ziek. Nou, op een gegeven moment werd zij zo ontzettend ziek dat ik bij de dierenarts was bij het ochtendspreekuur. En Swettetje stond daar op tafel. En de dierenarts zei van, oké, dit gaat hem gewoon niet worden, laten we haar maar een spuitje geven. En ik huilen, 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 huilen. Het is toch mijn hondenkind. En ik zeg, oh, dat kan niet. Hij zei, ja, nou ja, oké, weet je, heel de wachtkamer zit vol met mensen. Moet het ook nog snel gebeuren. Zegt hij, nou, neem Swette maar mee. En nou, dan kom je vanavond na het spreekuur terug. En dan doen we het dan. Dus ik janken, janken, janken. Ik naar huis toe met de hond. En nou ja, goed, ik kwam thuis en ik ben in de huiskamer aan tafel gaan zitten. En met een kopje thee, al huilend. En ik sloeg de plaatselijke krant open. En daar zag ik een stukje staan. Zo'n heel klein stukje. En nou, het klonk een beetje vaag. Klonk een beetje vreemd. Maar goed, er stond ook een telefoonnummer bij. Dus ik heb gebeld. En er werd meteen opgenomen. Ik heb mijn verhaal uitgelegd. Wat er aan de hand was met mijn hond. En ik hoorde aan de andere kant van de telefoon iemand zeggen, ja, kom maar nu. Toen dacht ik, ja, kom maar nu. Dus ik zeg, ja, maar haar hele huid ligt open. En weet je, er druipt bloed uit. Dan zegt hij, oh, maakt niet uit, we hebben plavuizenvloeren, we dweilen wel. Dus nou ja, Swette was zo ziek, die moest ik gewoon dragen. Dus ik heb Swettetje meegenomen. En ik kwam bij deze mensen aan. Een man deed open. Ik werd een praktijkruimte ingeloodst. En ik heb Swette. Er was een vrouw die zat op een stoel. Ik heb Swette op de grond voor haar voeten neergelegd. En het enige wat ik zag dat deze vrouw deed was zo. Meer niet. En op een gegeven moment gaat Swette staan. Terwijl ze dus niet meer kon staan. Ze dribbelt rond. Ze bood haar kontje aan. Ze bood haar borstje aan. Haar staartje ging omhoog. Haar oortjes gingen omhoog. En op een gegeven moment, Swette begint te geeuwen. Tong uit de mond. En ze dribbelt naar de deur. Ze doet met het pootje tegen de deur aan van, hallo. Ze kijkt om van, hallo, gaan we nog? En ik heb afgerekend. En ik had echt zoiets van, wow. Ik had op dat moment had ik een zo'n combi-auto, zo'n nou, zo'n bestelbusje. Want ik had honden, dus ja, ik sleepte altijd overal mijn honden mee naartoe. Ik deed de achterklep open. Swette sprong erin. En ze stond echt zo van, nou kom, we gaan. En ik ben naar mijn ouders gereden. Nou ja, goed, nou, dat was later inderdaad. En ze sprong de auto uit, liep de dijk af, deed als een cowboy de klapdeuren open, de hoordeur. Ging door de keuken heen, zo door de huiskamer of door de eetkamer heen, de huiskamer in. Mijn ouders hebben een dijkwoning. En ging pontificaal in het midden van de huiskamer zitten. Zo, van, zo, gebeurt er nog wat? Ik ben er. En mijn vader, moeder en ik hebben echt zo naar die hond zitten kijken. Zo, wat is hier gebeurd? Ik had echt zoiets van, nou, ja, weet je, dit wil ik ook. Het is mijn hondenkind. Het is mijn verantwoordelijkheid. Ja, weet je, ik heb zoiets van, ja, ik kan niet constant de verantwoordelijkheid voor de gezondheid, leven en dood van een huisdier, van een kind, bij een ander neerleggen. Dit wil ik ook. De persoon bij wie ik geweest was, het was bijna mijn verjaardag, die gaf een cursus, een workshop. En ik heb toen van mijn moeder, heb ik voor mijn verjaardag een workshop cadeau gekregen bij deze mevrouw. En toen was ik verkocht. En 3 jaar lang heb ik alles wat deze persoon aan workshop, aan lessen gaf, heb ik gevolgd.
En wat was dat nou? Dat was Reiki. Ik heb Reiki 1 gedaan, Reiki 2 gedaan, ik heb Reiki 3 gedaan, ik heb kinesiologie gedaan, ik heb kinesiokunst 1, 2 en 3 gedaan, ik heb heelalkunde gedaan. Alles wat deze vrouw gaf, heb ik gedurende 3 jaar gevolgd. En zo was ik weer een stukje verder op mijn spirituele pad. En hoe ze daar nog meer aan bijgedragen heeft, dat stel ik in een volgend deel. Wil jij nu weten hoe jij spiritualiteit op een praktische, duidelijke manier in je leven kunt toepassen? Er zijn verschillende manieren. Ik heb een spirituele academie. Ik weet niet of je daar wel eens van gehoord hebt, maar dat is een academie die achter mijn website hangt. En daar staan alle opnames van wat ik ooit heb gedaan. Er staan 500, 600 opnames in. Dat zijn audio's, dat zijn video's, dat zijn PDF's. Van alles wat ik ooit heb gedaan, dat staat daarin. En jij kunt lid worden van die spirituele academie. Dan is het weliswaar zelfstudie, maar dan kun jij compleet losgaan met de ontwikkeling van je spiritualiteit. Nou, als je nou zegt van oké, wat is de link? Hartstikke leuk. Nou, ik zal de link ook erbij plaatsen. Maar waar ik je ook voor wil uitnodigen, is om een virtueel kopje thee met mij te drinken. Of koffie of water, wat jou het beste uitkomt. Want er zijn ook nog andere manieren die naar een praktische spiritualiteit leiden. En misschien is het leuk voor jou en voor mij om samen online een kopje thee te drinken, met elkaar te kletsen, zodat ik gewoon gericht kan kijken of en wat ik voor jou kan betekenen. Hoe dan ook, ik hoop jou heel snel te zien online met een spiritueel, virtueel kopje thee. In de tussentijd, zorg heel goed voor jezelf en wij zien elkaar een volgende keer. Doei doei!